Ik heb hele lekkere bonbons gekregen met arsenicum erin. En een scheutje gin dat je het niet proeft. Café-eigenaar Rogier van der Linden ontving vrijdag het eerste doosje Goeie Mie gin bonbons. Van der Linden heeft een bijzondere band met de Leidse gifmengster. Nou, ik heb een hele leuke zaak in Leiden in de Ooptalhooigracht. En daar woonde Goeie Mie. En Goeie Mie die kwam bij mij in de zaak vroeger, heel lang geleden. En daar pikte ze haar slachtoffers op. Dus daar zocht ze uit. En aan de overkant bij Van Borselen werd het arsenicum gekocht. Ja, en daar heeft ze heel wat geld mee verdiend. We wouden een bonbon maken die in Leiden wordt gemaakt. Op basis van het Goeie Mie verhaal uiteraard. En waar de smaak van de Goeie Mie gin ook echt naar voren komt. En dat was er eigenlijk nog niet en daarom hebben we deze bonbon bedacht. En dit is het resultaat. Ja, ik heet Van der Linden en zij heette Zwanenburg van der Linden. Dus ik ben bang dat er ook nog een familieband is. Dus kom gezellig bij me eten. Je weet het maar nooit.